In de jaren 80 en 90 was dit het epicentrum van de grote spelshows. Regisseur Bert van der Veer schreef er een boek over, De Magie van Studio Aalsmeer. Het was dé plek waar de grote shows met publiek begonnen, zoals de Zoutmix Show en de Honeymoon Quiz. Je ziet het aan de titel al. Uw gastheer Jos Spring. In het Grand Hotel Karel. Ruikt de roze geuren. En je ziet de manen schijnen. Nee, wees dan niet eigenwijs. Ga naar achteruit. Nee, zo heet ze niet. Patricia. Nee. Ja, 5 jaar werkt u uiteindelijk zelf bij de studio in Aalsmeer. Waarom waren die shows die daar nou specifiek gemaakt worden, werden zo vernieuwend? Om te beginnen omdat ze zo groot waren. Hm. Zo is het uiteindelijk ook gekomen dat er een studio kwam in Aalsmeer. Want dat is op zich best een beetje gek natuurlijk. Ik heb niks tegen Aalsmeer. Maar waarom daar? Trouwens ook waarom in Hilversum. Maar Joop van den Ende reed op een dag langs dit gebouw. En hij had van de KRO het verzoek gekregen om een hele grote show te maken, waarvan de formule oorspronkelijk uit Spanje kwam, Uno, Dos, Tres. En dat was een spectaculaire grote show. En er was in Nederland geen studio te vinden waar dat gemaakt kon worden. Dus Joop dacht in zijn oneindige wijsheid en ongetwijfeld ook overmoed, dat ga ik daar doen, daar ga ik een studio neerzetten. Oh ja, dat pakte best goed uit, want er kwamen enorme titels vandaan, echt grote successen. U heeft verhalen dan opgetekend in dit boek. Heeft met mensen veel gesproken die daar rond hebben gelopen. Heeft u een favoriet verhaal zelf? Kort of lang. Nou, wat u wil. Nou, ik vind het wel typerend voor ook de sfeer. En als meer vind ik het verhaal over Grace Jones. Die kennen jullie, mag ik ook. We hebben een generatiekloof hier, maar ik probeer eroverheen te zetten. Want Grace Jones hadden we te gast in, ik geloof, de Showbiz Quiz. En die kwam te laat. En toen ze er eindelijk was, weigerde ze om te repeteren. En dan ontstaat er enige ergernis. En toen had Joop van den Ende bedacht, als ze nou straks echt op de vloer komt, helemaal geschminkt en aangekleed, dan roep ik, lunch! Dat heeft hij ook gedaan. En die vrouw heeft daar echt voor Jan Doedel gestaan en is boos afgetaaid. Het was hoogstens een probleem dat er op dat moment een gat in het programma viel natuurlijk van 4 minuten. Ja. En dat is opgevuld door Saskia en Serge. Nou, die kennen jullie allemaal. Wie kent ze niet? Saskia en Serge. Ja. En wat zegt dit verhaal dan over de sfeer daar en hoe het daar ging? Joop, om te beginnen natuurlijk. Ja. Want dat is 80% van het succes van Aalsmeer is Joop van den Ende. Mm-hmm. Maar het zegt ook wel een beetje iets over de arrogantie. Dat je een wereldster gewoon naar huis stuurt en denkt van, joh, we hebben jou niet nodig om succes te hebben. Dus dat zegt ook wel iets over dat je zelf van mening bent dat je zoiets niet doet. Je komt gewoon op tijd en je doet gewoon je werk. Ja. En je gaat niet de sterren zitten uithangen. Dat kon echt niet. Nou ja, grote ster natuurlijk van Studio Aalsmeer. Henny Huisman heeft allemaal wel warme herinneringen toch aan die tijd. Ja, wij allebei. Dames en heren, Henny Huisman. Hilversum had natuurlijk de magische klanken van de shows van vroeger. Maar ja, al onze programma's, ik ben er wel eens gast geweest, maar kwamen toch uit Aalsmeer. Dat was natuurlijk een oude bloemenveiling waar alles gebeurde. En van Rudy Karel tot Tina Turner, iedereen is daar geweest. Studio, dag dames en heren, thuis. Welkom bij de grote finale. Ik ben daar groot gegroeid. Toen heb ik alle grote shows ook mogen doen. Dus ik ben daar ook echt gegroeid. En ik heb daar ook bijna gewoond, want ik had een kleedkamer met een bed erin. Dus dat was, ik kan terugkijken op een geweldige tijd. Ja, dankzij Henny Huisman was jij daar eigenlijk ook. Want hij vroeg jou om daar ook naartoe te komen. Je kwam uit Hilversum en je zei het boek. In Hilversum draaide het om spel in Aalsmeer, om de knikkers. Hoe merkte je dat? Dat merk je eigenlijk omdat in Aalsmeer hing een bord. Daar heeft Joop van den Ende ook voor geposeerd. En op dat bord stonden de kijkcijfers van de diverse programma's die in Aalsmeer gemaakt werden. Dat was in Hilversum bijna ondenkbaar. Daar kwam zo'n A4'tje met kijkcijfers kwam op je bureau terecht. En dacht je, ja, oké, zal wel. Ik werkte toen ook voor Veronica, waar ik Tineke regisseerde. En het ging Veronica meer om het binnenhalen van leden. Ja. Dan om de kijkdichtheid. De sporen tref je nog steeds wel een beetje aan in ons omroepbestel. Maar ik kon daar op een gegeven moment echt niet meer tegen. En als Henny Huisman niet was gekomen op dat moment en Joop van den Ende niet had gezegd is oké, dan betwijfel ik of ik überhaupt televisiemaker was gebleven. Ik denk dat ik dan weer
braaf was teruggegaan naar de journalistiek. Nee, de journalistiek. Nou, dat werkt het niet, want je bleef dus betrokken bij die grote shows. Ja, maar omdat het serieus genomen werd. Omdat je gewoon wist van, we zijn hier met z'n allen niet aan het klooien. We zijn hier echt een prestatie aan het doen. Ja, en dat blijkt natuurlijk ook wel uit al die beelden. Als je dat nog ziet, je ziet olifanten in studio's. Ja. Hele boten met zwanen en weet ik veel wat. Alles werd uit de kast getrokken. Orkesten, danseressen. Kan dat nu nog in deze tijd? Nou, als je naar de Voice kijkt of zo, dan zie je ook nog wel eens een wat achtergronddanseresjes en zo. Dus het kan. Hebben we nog iets wat vergelijkbaar was met die tijd van toen? Nee, dat nu ook weer niet, want de spelshow is een beetje uit. Het zijn nu natuurlijk voornamelijk talentenjachten waar we met z'n allen naar kijken. En de spelshow is een beetje weg. Maar ja, die sfeer van de grote shows, die zit er nog wel steeds in. En die is ook wel heel erg in Nederland ontstaan in die periode. Ja. Ook omdat het in Alsmeer heel vlot geproduceerd kon worden. Daar keken ze in Duitsland bijvoorbeeld echt raar van op. Waarom zijn we er eigenlijk zo goed in? Het is niet te bedoelen dat er stiltes vallen in dit soort programma's. Maar we zijn er zo goed in omdat we gewoon weten hoe je efficiënt moet werken. Hm. Hoe je een lijntje naar Groningen aan kunt leggen. Bijvoorbeeld dat soort dingen, ja. Nou, en hoe je dingen dus dan opleukt. Nog één goed idee voor de persconferentie van vanavond. Je zei net van, nou, dat mag allemaal wel wat smeugen. Wat moeten ze in ieder geval doen? Niet videobellen. Nee, dat ging net ook niet zo fantastisch, hè? Ik haat videobellen. Okay, nou, dus misschien dat moeten ze niet. Ze moeten niet te innovatief worden. Okay.